We zijn in Wognum en ik heb een plantenbiep. Christa Leuzink uit Wognum heeft een maand geleden haar plantenbiep opgestart. En heeft al heel veel animo. Ik ben met een stuk of 10 plantjes ben ik eigenlijk begonnen. Ik zat toevallig vandaag nog op mijn Facebook te kijken. En dan helemaal mijn eerste foto. Toen stonden er eigenlijk op alle drie de planken een stuk of 3, 4 plantjes per plank. En het is nou... Er is een extra kast bijgekomen. Ze staan op de grond. En het is nou ook goed vol. Er wordt goed gebruik gemaakt van een biep. Maar wat houdt een plantenbiep eigenlijk in? Plantenbiep is om planten te ruilen. Stekjes die over zijn, kun je hierheen brengen. En kun je er weer een nieuwe voor terugpakken. En hoe ben je dat zo begonnen? Heb je dat zo bedacht? Wij zouden dit jaar niet op vakantie gaan. En ik heb eigenlijk altijd al wel groene vingers gehad. Veel plantjes in huis. En die stekken natuurlijk hartstikke goed. Dus ik dacht, andere mensen ook blij maken met plantjes. En die kunnen dan weer gaan ruilen. De buurman is erg blij met de komst van de plantenbiep. Ja, ik vind het zelf een prachtig initiatief. En op deze manier kun je eigenlijk op een hele laagdrempelige manier kun je dus plantjes met elkaar wisselen. Heb je er zelf al gebruik van gemaakt? Ja, zeker. Ik heb er twee keer al gebruik van gemaakt. Eén keer om een aloe vera plant te ruilen en de andere plant, ik weet niet precies wat voor een plant het was, maar in ieder geval, ik hou van tropisch en die vond ik ook van de plantenbiep. Ik heb eigenlijk dagelijks wel aanloop. Ik ben niet altijd thuis. Als ik thuis ben, kom ik meestal ook even naar voren, begroet ik de mensen en je hebt toch samen dezelfde hobby. De plantenbiep is te vinden op Parelgras 34 in Wognum. Je bent echt heel erg met de vormgeving ook bezig, hoe het eruit ziet. Ja. Ga je ook iets online doen op Facebook of op een website? Ik heb een Facebookpagina, Plantenbiep Wognum. En daar probeer ik dagelijks wel eigenlijk een update te plaatsen van de biep.